Oké. We doen er nog eentje. We waren gebleven de vorige keer. Hier onderin. Ik heb in de tuin gewerkt. Dus mijn nagels zijn een beetje zwart. Maar hier onderin waren we gebleven. Hè? Het gaat over dit boek. A.M. de Jong. De martelgang van Kromme Lindert. En de achterkant ziet er zo uit. Dan snap je wel waar het over gaat. En we waren gebleven dat en Lindert was haar verknocht met de hulpbehoevende aanhankelijkheid van een verwend en veeleisend diertje dat nooit ophield te vragen en nooit besefte hoeveel het gegeven werd. Oké, ik zal het einde van het boek niet verklappen. Dat is flauw. En dit is niet een biertje wat open gaat. Maar daar gaat het wel over. Het is een heel mooi boek en het is erg mooi Nederlands. Vooruit die tijd. En het gaat, en dit is een wedstrijd voor uitschrijven. Het gaat dus over M. Kijk, ik heb een tuin gewerkt. Hè? Een MCM XXX. En dit is dus volgens mijn collega 19. Dus M is 1000. CM is 1000 min 1, is 900. En XXX is 30. Is 1930. Misschien moet hij iets dichterbij. Kijk hoor. Even denken. Nou, we doen het gewoon zo. Ik hoop dat jullie kunnen lezen. Theo, de oudere broer, stevige, gezonde knaap, had vroeger wel gemokt in doffe jaloezie, omdat altijd goede dingen naar het ziekelijke broertje gingen. Alle extraatjes, alle zachte woorden en lekkernijen. En voor hem de grauwen en de snauwen, de boodschappen en de vernederende hulp in de huishouding bleven. Later, toen Lindert zich pijnlijk steunend, hijgend en schreiend, in eindeloos en afmattend geoefen zich van zijn krukken had leren bedienen, was dat beter geworden. Want toen eerst begon Theo te beseffen wat het broertje missen moest in vergelijking met hem. Ik hoop dat ik goed... Oh, ik zit bij mijn beeld niet goed. Ja. Hij beschermde de Kromme en verdroeg zijn nukken en driftbuien. Vocht met de door onnadenkendheid onbarmhartige plaaggeesten. En hier moeten we even stilhouden. Theo vocht met de door onnadenkendheid onbarmhartige plaaggeesten. Die nooit moe werden van de weerloze verminkte na te schreeuwen en te treiteren om zich daarna aan zijn dolle en ongevaarlijke woede-uitbarstingen te kunnen verlustigen. De Kromme, nochtans, toonde zich weinig dankbaar. Hij was door de voortdurende vredeplagerijen weldra diep verbitterd, achterdochtig en kribbig geworden en liet het de mensen.
mensen ontgelden die hun best deden hem het ondervonden leed zoveel doenlijk te verzachten. Zijn moeder en Theo, zijn broer. Hun goedheid en liefde maakte hen op hun beurt weerloos tegenover zijn boosaardigheid en hij nam zijn kans waar om ook eens terug te kunnen krenken, beledigen en verdriet veroorzaken. Heftig schold hij zich van zich af, verbeet zijn heet wellende tranen, beschimpte hun troostwoorden, wreekte op heel zijn razende machteloze woede om geleden smaad, vernedering en pijn. In gierende drift smeet hij van de stoel waarop hij amechtig was neergezeten, zijn broer de krukken naar het hoofd. Schopte en krabde naar zijn moeder, die hem te zussen zocht. En welmenende buren schudden het hoofd en beklaagden de arme vrouw, die zo een kwaadaardige kobold te verzorgen had. Ik ben nog in Belte. Een mismaakt mormel dat bovendien een ondankbaar en gemeen karakter had en alleen zijn moeder doorzag zijn diepere schuldeloosheid, onderkende het schroeiende leed van zelfverwijt dat hem diep in doorscheurde, omdat hij zich in radeloze en redeloze woede verzette tegen al zijn ongeluk en al het brutale onrecht dat de baldadige overmacht der gezonden hem aandeed en zich zocht te wreken door te kwellen wat hem streden wou. Daar kan je ook even over nadenken wat hier staat. Hè? Zij wist immers hoe ellendig hij later was onder een wrokkend spijtgevoel, na zijn krijzende driftbuien toenadering zocht, onhandig en beschaamd, soms huilend zijn hoofd wegstopte in haar schoot en vergiffenis vroeg. En al de arme mooie dingen die hij had, een prentje, een boekje, een glazen knikker, aan Theo geven wou, om het weer goed te maken. Maar tegenover vreemden bleef hij eeuwig stug en wantrouwig. Wat had hij met die treiter koppen van doen? Ze loerden immers toch maar op een kans om hem van zijn minderwaardigheid te laten voelen, te spotten met zijn bochel, te grinniken om zijn springende hompelgang, te schateren om zijn dolle giftigheid, als een moeilijk bedwongen drift plots los sprong in ziedende uitbarstingen van haat en wraakwoede. Hij wist dat hij een getekende was en het liefdevol waarschuwende spreukje "Wacht u voor de getekende" kende hij al van de eerste tijd af dat hij zich buiten kon vertonen. Zodra het aanvankelijk smeltend sentimentele medelijden met de verbazingwekkende misgroeide stakker wat geluwd was en bleek dat hij zich als gelijkwaardige onder de jongens wou laten gelden, was hem haastig en hardhandig aan het verstand gebracht dat zo de wereld niet was ingericht, dat een verminkt lichaam niet alleen een ongeluk, maar ook een ergerlijke schande was. Iets waartegenover gezonden en weldenkenden gerechtigd, zoals niets verplicht waren, een streng afwijzende houding aan te nemen. Lindert evenwel kon met deze zienswijze geen genoegen nemen. Hij protesteerde, verzette zich, wendde dapper alle pogingen aan om als gelijke onder gelijken behandeld te worden, maar het baatte hem niets. Hij bleef de nauwelijks gedulde, de eeuwige uitbijter, de verschoppeling
wiens gebrekkigheid hem van rechtswegen tot het mikpunt van spot en plagerij maakte. En sinds zijn broer Theo, koewachter bij boer Koenraads aan de Hooidijk geworden was. En de Kromme zijn voornaamste beschermer grotendeels verloren had. Was het er voor hem niet beter op geworden? Het is al een mooi einde, toch? Oké. Morgen ga ik weer verder. Hè? Dan gaan we dus hier verder. En dan zijn we op pagina 10. Tjus.